ik hoop dat dat deze week gewoon fijner gaat maken. Ik bouw al zo. We kregen eerst bericht dat we... Oh, alles gelukt. Alleen, ik heb een hooikoort. En ik ging net kijken. En nu ben ik me in de slaapkamer aan het installeren. En ik ben begonnen met... Goedemorgen, het is maandag. En we hadden nog niks van school gehoord. En zij heeft natuurlijk een tweede week vrij. Dus na de vakantie. Dan had ik al zoiets, we gaan niet te moeilijk doen met schoolwerk. Maar ik heb dus net op Junior Einstein een paar werkbladen met Sarah samengevonden. Die ze wilde doen. We hebben eigenlijk maar één spellingsblad. Want spelling is ze toch al heel erg goed in. En rekenen... is ook goed in, alleen dat doet ze liever niet. Dat probeert ze altijd omzeilen. Dus we hebben een blad gevonden van de tafel van 6 om te oefenen. En even een uitdaging, want normaal doet ze optelsommen onder de 100. Of in ieder geval met 2 keer 2 getallen max. En dan mag het nu wel boven de 100 komen. Maar deze zijn al één stapje moeilijker. Dus dat wilde ze graag proberen en daar was ze wel gemotiveerd over. Dus toen dacht ik, nou, het maakt me even niet uit wat de juf zegt. Hier is ze gemotiveerd over. Dit wil ze gaan proberen, dus dat doen we gewoon. En ik ga er ook niet iets verbeteren of wat dan ook. Zo goed als dat gaat en ze levert het gewoon in. En dan kunnen ze op school zien wat ze heeft gedaan. En het zijn ook 3 werkbladen. Sarah! Sarah! Heb je een schriftje al gevonden? En je etui? Ik weet niet eens of ze me hoort, want ik hoor ook weer muziek boven. Dat is van zo'n speelgoedboekje. En ze heeft zelf, heb ik ooit zo'n schrijfschriftje gehaald. Zo'n boekje waar je in kan oefenen. En Sarah is links. En deze is dus voor linkshandigen. Maar wel in een rechtshandschrift. Want Sarah schrijft dus met links... maar heeft een rechtshandig handschrift. Maar het makkelijkste is dat het voorbeeldje aan de rechterkant staat en niet aan de linkerkant. Terwijl deze dus wel een rechtshandig handschrift heeft. En want als die links staat, zit ze elke keer met de hand op het voorbeeld. Dus dat is heel lastig te oefenen. En deze heeft het dus wel rechts, maar dus wel een rechtshandig handschrift. Dus dat is echt ideaal. Dus mag ik nooit schrijven bij in dat schrift, want ik zeg altijd we kopiëren hem. Want het was heel erg moeilijk om dat te vinden... Ik zeg ja, en anders duw hem 1 keer heb je hem uit en dan wil ik een nieuwe kopen en dan kan ik het dadelijk weer niet vinden. Ik denk dat ik echt een half jaar heb gezocht naar een geschikte. Dus die kopiëren we echt altijd. Die is heilig hier, totdat ze echt perfect schrijft. Dan maakt het me niet meer uit, maar hij moet gewoon voor nu netjes blijven. Alleen kopiëren, zodat we hem elke keer kunnen gebruiken en dat we niet dadelijk weer hebben dat het niet te kopen is en niet te vinden is. En dat is het enige school eigenlijk wat we vandaag doen. Ik ga niet weer de stress doen. Het is weer een week thuis. Het is nu met deze week erbij. Het is vandaag maart geworden. Heeft ze 2 weken school gehad dan op school in dit hele jaar. En dan nog niet eens te spreken over vorig jaar. Toen heeft ze natuurlijk ook echt heel veel school gemist. Maar thuis wordt stress, wordt oorlog. Dat gaan we gewoon niet weer doen. We hebben samen gekeken, dan heeft ze 4 opdrachtjes en even op de tablet, dat vindt ze al redelijk leuk. En dat is veel minder dan het pakket, maar ik heb wel uitdagingen met haar uitgezocht en wat ze leuk vindt. En waar ik akkoord mee ging. Dus ik hoop dat dat deze week gewoon fijner gaat maken. En we gaan het zien. Ik heb me gedoucht en aangekleed. Oh, een paar zeestikje. Ik had een hekel aan dat soort elastiekjes kleur in mijn haar, maar die was vanzelf aan die achter. Ik heb geen zin mijn haar verder te doen, maar ik heb wel weer make-up op mijn gezicht. En ik heb deze trui aan van Karen Millen. Deze zit altijd zo fijn. En broek van Levi's, schoenen weet ik nog niet welke ik aandoe. Want voorlopig zijn we toch met homeschool bezig. Ik dacht dat ik een vlek in mijn lens zag.
Oh nee, dat is gewoon lichtweerkaatsing. Oké. Okay. Ik baal zo. We kregen eerst bericht dat we het schoolwerk om de schooltijd konden ophalen. Dus we waren aan het haasten. En nu is het bericht veranderd en kan het vanaf 3:30. Maar vanaf 3:30 kan ik niet meer. Sowieso heb ik 3:30 een gesprek. Zeg maar het 10 minuten gesprek, het oude gesprek met school. Dus dan ben ik hier, daarna is Kitty hier. En ik red het gewoon niet. Dus hebben ze handig gedaan. Ik heb trouwens mijn furnatas erbij gepakt. En ik heb mijn vagebondlaarsje aan. En we moeten nog wel even iets wegbrengen. Dus dat gaan we niet doen. Maar dan lijkt het alsof ik iets erbij heb. Want het ziet er niet leuk uit alsof ik een tas die leeg is. Oh, oké. Okay. Oh, alles gelukt. Alleen, ik heb een hooikoort. En ik ging net kijken. Ik heb zo'n app waar je kan zien hoe erg de pollen zijn. En die geeft ook echt aan dat er zoveel pollen in de lucht zitten. Nou ja, dat had ik dus eigenlijk al door. En het is bevestigd dus dat ik daar last van heb. Maar ik was net buiten. En er kwam wind. En echt de tranen rolden over mijn wangen. En je hoort het nu denk ik ook echt aan mijn stem. Nee hoor, je praat gewoon normaal. Zo, nou nee. Ik sla heel wat dichter van. En ik had altijd echt mega lichte hooikoorts. Tot na mijn zwangerschap. Toen werd het een heel ander verhaal. En toen Sarah nog kleiner was, was het wel erger nog. Het is wel weer iets minder geworden, maar leuk is het niet. Sorry mama. Nee, kan jij niks aan doen. Het is mijn keuze geweest om jou te krijgen. Dus daar hoef jij geen sorry voor te zeggen. Oké, we hebben onze dingetjes gedaan. Helemaal even een beetje in huis gerommeld, samen gerommeld. En nu ben ik me in de slaapkamer aan het installeren. Want ik heb zo gesprek met de juffen. Via Teams. En ik zit al in de wacht. Nou ja, volumes staan klaar. En dat gesprek is over 1 minuut. En in principe moet ik zeggen dat ze elke keer wel echt punctueel op tijd zijn. Dus daar ga ik nu ook vanuit. Marco kwam toevallig al thuis. Dus die is met Sarah beneden. Dus dat kwam voor een keer echt perfect getimed uit. Echt top. Ik schrik nog steeds alle kanten op. Maar ondertussen ligt Sarah op bed. Marco is nog even aan het verhuizen. Bij een vriend van hem. En ik heb net even een stukje geëdit. Want ik lig al dagen achter. En anders komt de volgende vlog niet meer op tijd. Hij staat alleen nog vanmorgen op. Maar de vlogs zijn niet heel lang, dus het is niet super veel werk op dit moment. En ik heb Firefly Lane net afgekeken. En ik vond hem best wel heel erg leuk. Maar het is zo'n raar open einde. Dus echt, er moet gewoon een tweede seizoen komen. Want ik vind het echt stom zo. Maar goed, ik ga denk ik ondertussen nog wel even kijken of ik nog wat te eten kan maken voor mezelf. Oh, nou, begint zo maar iets af te spelen. Ik heb nog wat gegeten en gedronken. En ik ben begonnen met New Amsterdam kijken. Die wilde ik al een tijd geleden kijken. Toen kwam die op tv. Maar toen kwam ik pas halverwege seizoen 1 achter. Dus ja, dat vind ik stom. Ik hou er nooit van om halverwege een seizoen opeens iets te gaan kijken. En nu staat hij op Netflix. Dus dat is helemaal leuk. En nu kan ik hem dus wel gewoon kijken. Dus daar ben ik aan begonnen. En ik heb nu de eerste 1,5 aflevering gezien. En dat was leuk. Dus nu laatste dingetjes even aan kant schrijven. En dan lekker gaan slapen. Hoef je vanmorgen nog steeds niet vroeg op. Ja, enigszins. Sarah heeft een videobelafspraak met de juf. Maar dat is niet super, super vroeg. Maar wel handig om even wakker te zijn. Want ik moet alles aanzetten op Teams. En ik vind het ook wel fijn om een beetje toezicht te hebben als ze op mijn telefoon zit. Dus ja, ik ga lekker slapen. Ik wilde iets zeggen, maar ik weet het niet meer. Dat komt morgen wel als het belangrijk was. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. En ik hoop je morgen weer te zien. Doei doei!